Hoofdstuk 10, les 3, de voorbereidende zet van de dubbele aanval met ditmaal jagen en richten. Twee dingen dus, jagen en richten, niet zo moeilijk als je het voorgaande begrepen hebt. We beginnen even met een stelling met wit aan zet. Alle stellingen hier wit aan zet, tenzij anders vermeld. Hier heeft wit een dame en zwart een toren. En normaal gesproken moet de toren het afleggen tegen de dame, maar moet eerst wel de dame de toren zien te winnen. Hier zien we dat zwart de toren op B2 heeft op een zwart veld. En de koning staat op een wit veld. Nu moet, om te kunnen winnen, met een vork, de koning naar een zwart veld. Dat kan op deze manier met een jaagzet. Dit heet jagen. Hier, dubbele aanval, jagen en richten. We beginnen even met jagen. Eenvoudig, de koning kan of hierheen, of hierheen. Beide velden zijn prooi voor de dame met een dubbele aanval. Dat zien we dus. Of de koning nu hier naartoe gaat, dan is het dit. En anders is het ook dame naar F6. Als de koning hier naartoe gaat. Winst van de toren. Een jaagzet. Meer jachtzetten. Er zijn er voldoende. Een paar voorbeelden. Hier met wit en zet zien we dat de zwarte partij twee torens heeft die ongedekt staan. Ze kunnen elkaar ook niet dekken, dus verand liggend zou zijn dat de dame dit doet. Een dubbele aanval, rechtstreeks. Maar, dan heeft zwart wel een verdediging. Met een röntgenschaak. In plaats dat wit een toren wint, verliest wit de dame. Dus, dame D3 niet aanbevolen. Dit heet een jaagzet. De koning. En een jaagzet is het meest dwingend als dat op de koning wordt gericht. Ja, nu heeft de koning eigenlijk maar drie velden om uit te wijken. Deze twee velden lijkt direct tot verlies met deze zet, met een dubbele aanval. Maar we zien ook dat deze zet tot verlies leidt van een toren. Nu gaat dan de dame wel naar veld D3. En nu heeft zwart geen tijd om dit te doen. Want de aanval gebeurt met schaak. Dubbele aanval met schaak. En nu heeft zwart een probleem met de toren op A6. Hier wint dit een toren. Door de juiste zet voor te bereiden met een jaagzet. Meer jaagzetten. Een jaagzet met een paard en een paard is uitstekend geschikt om een jachtzet uit te voeren. Hier. We zien hier ook opvallend een penning van de pion op G7. En daar maakt wit gebruik van. Dit kan niet. De koning staat schaak. Kan niet naar dit veld. Ze zal naar de hoek moeten. Naar het veld A8. H8. En vervolgens een paardvork. Succesvol. We zien dus eerst een jaagzet of een jachtzet, deze zet, om de koning naar dit veld te jagen, met vervolgens een paardvork mogelijk. Jagen. Meer jagen, hier een fraai duo met twee lopers. Het lopenpaar altijd sterk, maar moet hier strijden tegen een toren en twee pionnen. Wat te sterk. De koning staat natuurlijk wel een beetje fragiel, kwetsbaar. Een tussenzet, dit is een tussenzet met schaak, een tempozet, de koning moet hierheen en vervolgens is het de andere loper die hier een vork uitvoert, een dubbele aanval van de loper. Nog een voorbeeld, niet al te lang op doorgaan, we hebben hier een voorbeeld van een pionvork, we zien hier opnieuw dame. Tegen loper en toren plus twee pionnen. En een pion heeft zwart ook nog. Wat is sterker? De dame. De dame is niet zwaard hier. Schaak. Ja, dame tussenplaatsen. Hier heeft geen zin vanwege de loper die erop gericht staat. En ook hier natuurlijk niet. De koning zal opzij moeten. Verplicht naar A7. En dan zien we hier een pionvork. Hier wint wit de dame. Door een jaagzet van de toren, de voorbereidende zet, een jaagzet, de koning wordt naar dit veld gejaagd, waardoor een
dubbelhavel van de pion mogelijk is. Een pionvork. Dan nog een voorbeeld van een jachtzet. Deze is wat nou lastig eigenlijk ook niet. Wit en zet, we zien hier ook de koning die weinig uitwijkmogelijkheden heeft. Dit veld kan en dit veld kan. Slechts twee mogelijkheden. Andere velden zijn geblokkeerd. De loper kan schaak geven op deze manier en op deze manier. We gaan eerst dit proberen. De koning heeft één veld en de loper wint dan nog een pion. Maar er is natuurlijk een veel betere zet. Deze. Een jaagzet. Welk veld heeft de koning voor zwart? Alleen deze. Dat betekent wel dat de koning in de röntgenaanval gaat staan van de loper. Hier wint wit de dame door een röntgenschaak. De loper blijft op het bord en verder is, als je verder kijkt, de winst voor wit gegarandeerd. Nu moet je verder kijken. Nog één zet wat over het jagen gaat. Het gaat over een paard. Waarbij de dame en de koning een beetje vervelend staan opgesteld. We zien sowieso al dat de koning hier voor zwart weinig uitwijkmogelijkheden heeft. Alleen deze eigenlijk nog. Wit doet met het paard een jachtzet, schaak. En we zien dat de koning hier naartoe kan. Hier naartoe kan en hier naartoe kan. En al deze drie velden worden bestraft met een paardvork. Dat zien we hier. Of deze. Of deze. De dame gaat verloren met een paardvork. Je kunt het uitvoeren. Deze. En de andere zetten spreken voor zich. Een jachtzet. Deze zet dus. Nu gaan we naar het tweede deel van deze les met richten. Wat is richten? Nou, jagen kennen we. Dat is een stuk of de koning met tempo. Een tempo is een tussenzet of een tussenschaak naar een ander veld jagen waar een dubbele aanval mogelijk is. Richten is ook zo'n soort zet. En dit is een duidelijke. Ja, hier moeten we altijd oppassen met het paardvork. We hebben hier een toren en een dame die staan op afstand van een paardvork. En nou, we zien meteen al wat er gebeurt. Een tempo, een tussenzet of een tussenschaak heet dit. Schaak opheffen en vervolgens is een paardvork mogelijk. Hier wint wit een kwaliteit, sowieso. Een kwaliteit is een toren tegen paard. Ook hier een tempozet of een richtzet. Het gaat over richten. Een richtzet. We zien hier een dame en een ongedekte toren. Wat kan wit hier doen om de toren te veroveren? Natuurlijk dit, met een richtzet. Een ongedekte toren. Zo'n richtzet, zo'n tempozet, kan gebeuren op een ongedekt stuk of een stuk van een hogere waarde of de koning of op een veld. Op een veld is wat ingewikkeld, ga ik hier niet op in. Tempo is dus een ongedekte toren. En dit dreigt met een paardvork op dame en koning. Dus het beste kan hier zwart de toren verdedigen. Dan kost het slechts een kwaliteit, 2 punten. En hier is het dan verder remise, zoals ik het zo ziet. Een richtzet. Nog een richtzet. Ja, een richtzet. We hebben hier een dame met wit en zet. We zien hier een duo wat ongedekt staat. Loper en paard. De toren staat gedekt. Wat kan wit doen? Ja, altijd de koning is een doelwit. Even terug, deze niet. Een zetje te vroeg. Deze G1. Schaak. Opheffen en vervolgens hebben we hier een dubbele aanval. Kan op geen enkele manier worden verdedigd. Zwart kan slechts 1 stuk verdedigen. Het zij of het paard of de loper, maar de dame wint hier 1 stuk. Ben je eens? Hier wint wit door een jachtzet. Of een richtzet was het. Een richtzet. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het gaat over de voorbereidende zet van de dubbele aanval. Nog een richtzet. Deze is wat moeilijker, hoewel moeilijk. Opnieuw een ongedekt paard en een ongedekte toren. Ja, al die stukken die ongedekt staan, die zijn in gevaar. Hier kan de dame geen schaak geven. Maar kan wel hier een
ongedekt stuk aanvallen. En de vraag is nu waar het paard naartoe moet. Dit kost het paard, dit kost het paard en dit kost het paard. Het paard kan alleen maar hierheen. En nu reageert de dame zo met schaak en die gaat de toren verloren. Of het paard anders. Let dus op ongedekte stukken. Je moet je stukken niet ongedekt staan, dus laten staan. Eigenlijk is dat een les uit hoofdstuk 2 of zoiets. Dan nog één voorbeeld van een rechtzet. Dat lijkt fraai. Twee lopers, niet twee lopers. Maar hier is zwart aan zet. Als wit aan zet zou zijn, zou ik niet zo snel een winstvoerende aanval kunnen zien. Maar hier heeft zwart deze zet in onder. Aanval op een hoger stuk. Een stuk van hogere waarde. Lopen zal weg moeten en vervolgens hebben we hier een vork. Met winst van een stuk. Dit heet typisch een rechtzet van de pion. Misschien is dit wel het meest illustrerende voorbeeld van een rechtzet. Een rechtzet op een hoger stuk en vervolgens doorschuiven. Met een vork. Een pionvork op twee stukken. Komt er veel voor in de praktijk. Dit was het wat betreft hoofdstuk 10, les 3. We hebben nog één les over de dubbele aanval. Wat betreft de voorbereidende zet gaat over veld- en lijnruiming. En ook die is niet al te moeilijk.